We zijn hier aan de Hertoglaan 22 in Mijsereland. Mijsereland is een heel sfeervol dorp. Hoe sfeervol, dat laat ik jullie zo eventjes zien. Nadat Martin het huis van binnen heeft laten zien. Maar kom mee, jullie zijn welkom. Zo, kom verder. De woning is aan de achterzijde voorzien van een uitbouw van 3 meter. En erg mooi is dat de ramen tot op de grond doorlopen. En ook zijn doorgezet in de hoek, omdat de woning is gelegen op een hoek. Het overstek is voorzien van verlichting. En deze woningen zijn standaard uitgevoerd met spouwmuur als woningschijnende muur. Dus ja, qua geluidsoverlast met buren heb je totaal geen last. Ja, zoals je kan zien, een heerlijke lekkere leefruimte beneden. We zijn er het al net, een woning die gewoon ruim van opzet is. Vanuit de bouw is er hier direct een mooie erker aan de keuken gezet. Wat natuurlijk heel veel ruimte biedt tot een lekkere woonkeuken. Half open met de woonkamer. Daardoor perfect plaats voor een lekkere eettafel. Het is op het zuidwesten gelegen. Dus ja, heerlijk de zon erin. Ja, kortom, super vertoeven. Op deze verdieping 3 ruime slaapkamers. Dit is de oude slaapkamer. Die is aan de achterzijde gelegen. Ja, lekker ruim van opzet. Prima slaapkamer. De andere slaapkamer die ligt aan de voorzijde. Die is wat vierkant van opzet. Is voorzien van een rolluik en ja, ook gewoon een lekkere slaapkamer. De badkamer is ook gelegen aan de voorzijde. Die is volledig betegeld. Gewoon praktisch van opzet. Mooie grote douchehoek, tweede toilet en een groot wastafelmeubel. En nog een heerlijke tweede verdieping. Thans in gebruik als een open zolder. Met aansluiting voor de wasmachine. CV-ketel hangt hier, maar ook prima te gebruiken als een extra vierde slaapkamer. Ik laat jullie graag de tuin zien. We zijn nu in de achtertuin. Veel terras, ook hier heerlijk onder de dakplataan. Dus fantastisch als het zonnig weer is. De berging, de oorspronkelijke berging, is een stenen berging. Die is bij het huis gebouwd. En later is er nog een hele ruime houten berging geplaatst. Dus super praktisch, ook voor fietsen, eventueel als je motor hebt. Ideaal. Hier is de erker met de eethoek die jullie al gezien hebben, die bij de keuken hoort. Je hebt daardoor een hele fijne zijtuin, die doorloopt weer in je achtertuin. Een fijne ruimte die ook extra privacy geeft. Laat ik eerlijk zijn, het is geen familie, maar ja, we konden het niet laten. Je ziet het, we zijn hier bij het Hof van Moerkerken. Het is in ieder geval wel een heel mooi plaatje in Mijsereland. En is gelegen aan een fantastische Hoflaan. Mijsereland heeft een heel sfeervol centrum. De woning is daar vlakbij gelegen en is ook vlakbij een hele goede supermarkt gelegen en wat andere winkels. Dus je kunt hier gewoon je dagelijkse boodschappen doen. En daarnaast kun je heerlijk vertoeven in je vrije tijd. Bij de Binnenmaas in de buurt wandelen, hardlopen, fietsen. Er is hier echt voldoende buitensportmogelijkheid.